Dat de Vierdaagse nu anders is dan anders, leidt ook tot hele leuke nieuwe initiatieven. Daphne ging op bezoek bij Van Eigen Deeg om te onderzoeken hoe het Vierdaagse koekje gemaakt wordt. Vertel, jullie maken Vierdaagse koekjes, waarom? Nou, om het lekkerste hart onder de riem eigenlijk te kunnen geven aan mensen. We hebben een pakketje gemaakt, dat kan je bestellen bij ons en versturen we met brievenbuspost. En daarbij zijn dus koekjes met een leuk kaartje. Daarop kan iemand een persoonlijke boodschap achterlaten. Dus eigenlijk mis je je wandelmaatje of mis je stapmaatje, dat kan natuurlijk ook gewoon met de Vierdaagse. Stuur iemand een lekkere boodschap dat eraan ze wordt gedacht. Henk, jij bent het grote voorbeeld natuurlijk van Marijntje. Je bent de vader, hè? Hoe lang ben jij bakker geweest? Nou, ik ben vanaf mijn 15e bakker. En toen ben ik begonnen in Hapse, de bakkerij. En ik ben nu 72, dus kun je uittellen. Ik heb altijd gebakken. Dat is mijn werk en mijn hobby. Wat vind jij nou zo lekker aan dit Vierdaagse koekje? Wat ik zo lekker vind, dat ze lekker bros zijn. De smaak is heel goed en natuurlijk de kleuren. Dat doen we toch, hè? Dat is toch wat iedereen wil zien. En ik zie dat de koekjes de kleuren van de Vierdaagse hebben, eigenlijk van het is het groen en oranje. Ja. Hoe doe je zoiets? Hoe maak je nou koekjes in die kleuren? Nou, de koekjes, we hebben dus heel mooi roomboterdeeg en daarin doen we dus de spikkels in de kleuren van Nijmegen van de Vierdaagse. Dus dat mengen we door elkaar en na het bakken klimmen ze mooi op, dus krijg je lekkere Nijmeegse koekjes. Deze week maak jij ook mee de koekjes. Hoe is het om weer zo'n grote productie te moeten draaien? Kei leuk natuurlijk, want dat draait het om. Hè. Ik vind de tekst ook zo leuk op jullie kaartje wat jullie erbij doen. Kun je hem nog een keertje voorlezen? Jazeker. Nu neulen dit jaar geen kruiske, maar wel een kukske.